tragische vergissing ruïneerde het leven van de man die nu tegenover mij zit. Piet Lunshof. Twee maanden geleden vatte het huis van jouw buren vlam. Klopt, ja. Toen ben jij in paniek naar buiten gerend, naar het huis. Ja. Inmiddels had zich een menigte verzameld rondom het huis. Ja, grote menigte, ja. Uit die menigte heb jij een kind gegrepen. Inderdaad. Daar ben jij mee het brandende huis binnengerend. Ja. Dat kind heb jij op een kamer gezet, de deur op slot gedaan. En je bent heel hard weer naar buiten gerend. Ja, dat was, dat is op dat moment gebeurd. Dat is heel gek. Ik kwam mijn eigen huis uitgerend, als het ware. En ik zag gewoon dat hele pand in licht en laaien staan. En ik weet eigenlijk dondersgoed dat daar niemand woont. Daar woont helemaal niemand. Dat nee. is al jaren zo. Maar omdat ik dat brandend huis zie, maakt in mijn kop ergens een klik. Zo van brandend huis. Kind. In, uit het huis. Dus ik denk, associatieve keten van gedachten eigenlijk. Dus ik denk, nou, er zit geen kind in. Nee. Dus ik grijp gewoon dicht om me heen en vind een kleuter. En ik zeil die zo, hopsakee, mee naar binnen. Helemaal naar de zolder. Ik, daar in een kamer die geknald, deur goed op slot. Mm. En dan ben ik weer keihard het huis uitgerend. Ja, dat was voor mij de keten van acties die in mijn kop zat. Mm-hmm. Huis, branden, kind, erin, eruit. En hoe reageerde de omstander? Ja, die werden helemaal gek. Ik kom dat huis uitgerend eigenlijk toch nog met een heel tevreden gevoel eigenlijk. Mm-hmm. Van binnen dan over mijn gedrag. Nou, die staan me daar me op te wachten en uit te schelden en dit en dat en terug erin, dat kind uit. Ik denk, ja hallo, dat huis. Je kon het ze niet uitleggen. Ze niet uitgelegd krijgen. Het was ongelooflijk. Hoe ik ook zei, van huis, kind, branden, erin, eruit. Nee, dat was toch belachelijk dat ik dat deed. Dat ik dan met het kind erin rende. Ja, en het, ja ik werd echt ook geslagen. En er werden dingen naar mijn hoofd gegooid. En sindsdien is mijn leven kapot. Is kapot. Ja. Dus, de vader van het kind heeft een... heeft een heel heftig gereageerd. Want ik wist natuurlijk in zekere zin wel op een gegeven moment dat er iets fout was gegaan. Dus ik denk, ik stuur die mensen een kaartje van het een of ander. Dus toen was ik dat weekend erop in Zwolle. We hebben een leuke kaart van Zwolle uitgezocht. En dat is toegestuurd over erop van sorry. Het ging bij mijn zus zo. Brandend huis, kind erin, eruit. Was ook niet de bedoeling. Maar sorry, weet je wel. Ja. Nou, dat kwam helemaal fout. Dat was, godverdomme dat ik me er zo van afmaakte. En weet ik wat. En of ik me wil realiseren. Ja. Wat dat betekent ook voor de moeder. Ja. En ja, dan denk ik ook, god, ja, kijk, ik doe een kniebuiging. Ik bied mijn excuses aan. Ik realiseer me ook dat ik fout ben geweest. Achteraf realiseer ik dat ook. Mm-hmm. En dan buig ik en dan kniel ik en dan bied ik mijn excuses aan. En dan krijg je, is het blijkbaar niet genoeg. Dat was niet genoeg. Dat was blijkbaar niet genoeg. Ja, wat verwachten die mensen dan van je? Ja, dat weet ik dus ook niet. Je zult wel door de stof moeten kruipen. Of je zult wel je benen afgehakt moeten krijgen of zoiets dergelijks. Dat is toch tamelijk, ja, moet ik zeggen, nazi-achtige methodes die mensen dan blijkbaar prefereren. Boven het oprecht excuses aanbieden zoals ik dat van mijn kant heb gedaan. Deze redenering lag ook ten grondslag aan uw actie om het huis te bekladden van... Ja, dat schoot mij natuurlijk absoluut in het verkeerde keelgat. Dus ik ben met heel veel verf van die hele sterke muurverf ben ik naar dat huis van die mensen gegaan. En ik heb het echt van boven tot onder in 16 kleuren verf gezet. Ik denk, zal ik je hebben ook? God zal me lief hebben. Ja, de vader zelf noemt het... Het hele gebeuren, dus vanaf het moment dat u het kind uit de menigte greep, tot en met uw actie met de verf, ja. Een nachtmerrie. Ja, nou wat denkt u dat het voor mij geweest is? Nee, ik heb lekker geslapen. Ik heb het leuk gehad. Zo is het niet. Ik bedoel, wat ik niet meegemaakt heb sindsdien. Hm. Ik zou met meneer willen ruilen, echt waar, zo... Het is echt dat ik de hele buurt is tegen me. Artikel in de krant, mijn naam is besmet. Als we u nu de gelegenheid geven om het woord tot de familie te richten. Ja. Neemt u dat aan? Wilt u? Nou ja, wil wel proberen, ja. Wil wel proberen. Dan kunt u nu het woord richten aan de familie. Ja, dan is het dus zo. Dit is dan dus de meneer die uw dochtertje het huis heeft ingebracht wat in lichte laaien stond. Kijk, u moet natuurlijk nu langzamerhand ophouden met mij te sarren, want voorbij is voorbij. Gedane zaken nemen geen keer. Ik heb mijn excuses ten zeerste en serieus aangeboden.
als u op deze voet wil doorgaan zoals de afgelopen weken, dan zal ik op den duur hardere maatregelen moeten treffen. Dus ik zou zeggen, vergeven, vergeten, zand erover, punt erachter. En wie weet krijgt mevrouw nog binnenkort toch nog eens een keer een leuk kindje. Kan toch? Nou, laten we hopen dat, dat dit gehoord wordt. Ja. En, dat hoop ik ook, ja. Misschien dat u anders nog een keer uitnodigt om erover te praten. U bent bezig met een boek over de hele affaire? Ja, natuurlijk. Ik ben u kwijt. Ja. Ik ben u kwijt. Ik merk ook dat de laatste keer net gebeurd was. Ik zeg, ik ben nog meer naar de vlog eroverheen. Ik doe nu even kijken hoor, even kijken. Ik doe nu, pak een beet, 12 jaar mee aan de trofie, de Camel Trophy Rally. Dat is iets heel aparts, dat is een manier van leven natuurlijk. Want je bent zo lang onderweg met voorrondes in het land en ook in het buitenland en... En uiteindelijk, wat je hoopt natuurlijk altijd, en dat is mij nu 6 keer gebeurd, dat je doordringt tot de definitieve finale. En dat is, ja, dat is een spektakel van je welzijn. Je rijdt door de meest onontdekte, onontgonnen gebieden. Reis je, reizen, scheur je eigenlijk zo hard mogelijk door die ongerepte natuur en je... Ja, je trekt als het ware een soort ritssluiting door zo'n regenwoud heen. En je ziet de dieren alle kanten opspringen, want die zijn er niet gewend. En ja, even kijken, dat is 2 jaar geleden geloof ik of zo, waren we op Kalimantan. Borneo was dat vroeger. En kijk, die organisatie van die trofie, die waarschuwt natuurlijk wel alle dorpen waar je dan langs of doorheen komt. Maar het is natuurlijk ook de aard van de mensen, dat die dan, ja, die krijgen dat op een stenseltje, weet ik veel. Of met rooksignalen, dat zal allemaal worst wezen. Maar ja, die denken bij de dag. Dus op de dag dat jij dan, zeg maar, de doorheen komt, dat is mij dan overkomen. Is heel, ja, je komt dan uit een heel dicht oerwoud, kom je aangescheurd en opeens slaan die varens uit elkaar. En dan zit je eigenlijk al in zo'n dorp. Met 180 per uur. En dan hadden ze dan... hadden ze dan van het dorp uit wel een fanfare. Of zo, ja, een soort muzikantentroep neergezet. Met allemaal dansende mensen erbij en zo. Om ons te verwelkomen. Maar ja, dat weten wij natuurlijk wel niet. Dat krijgen wij niet op een stenseltje. Dus wij kwamen dan met z'n vieren met 180 doorheen. Kijk. En dan zeg ik toch, laat die mensen nou even goed het stenseltje lezen. Dat ze aan de kant kunnen staan. Maar nou ga je er doorheen. En je bent, voor je het weet, ben je alweer 2 kilometer buiten dat dorp, maar dan sla je je motor af. En dan ken je die mensen van je spoiler af gaan krabben. Weet je wel, dat zit overal in en op en aan. Want je bent er met 180 doorheen gescheurd natuurlijk. Dus ja, en dan verlies je toch al zo 5, 6 plaatsen, weet je wel. Je bent toch een uur bezig om dat uit je grill... te pulken en uit de sporen van je banden te halen. Want anders kun je de rest van die tocht door dat oerwoud ook wel vergeten. Als je geen grip hebt, kun je het vergeten. Dus je moet toch dat profiel van die band moet je leeg peuren. En dan denk ik, ja, is dat nou zo moeite, weet je wel, om eventjes zo'n stencil te lezen. En eventjes aan de kant gaan staan als wij eraan komen. Maar ja, goed, ja, het zijn hardleerse mensen. Dat kun je in alles wel merken natuurlijk. Het gaat er niet voor niks zo slecht daar, hoor. Want je hoeft er niet te komen om een vaksapparaat of iets dergelijks, hoor. Dat weten ze niet weten over dit. Ja, zo zitten ze eigenlijk ons plezier in zo'n rally. En zo'n race om de trofie. Zitten ze dan toch, te beïnvloeden. Misschien ongewild, dat zeg ik niet, maar toch, je bent uren bezig, dus ja, dat is aan de ene kant dan wel jammer, ja. Dan, wat dat betreft had ik hier al iets wel anders willen zien. Maar ja, toekomstmuziek natuurlijk, wie weet.